weer gesport? Ja, ik heb gerend. Ik moet echt aan mijn conditie werken. En jij ook. Als we straks verdwalen in de oerwouden van Brazilië, moet het wel even vol kunnen houden natuurlijk. Ik heb dus gesproken met personeelszaken. Ja. Maar ze willen me niet zo lang vrijgeven. Dat is echt belachelijk. Neem ontslag. Dat wil ik niet. En daarbij, ik heb ook een contract. Maar ik kan wel kortere periodes vrijkrijgen. Ja, daar hebben we niet zoveel aan. Zei jij nou niet dat ik constructief moest denken en dat ik niet alles moet afkraken? Hou jij van varen? Ik heb vroeger gezeild. Een cruise. De Noorse fjorden. Serieus? Ja, serieus. Jij wilt samen met krakkemikkige bejaarden je gaan volvreten op een cruiseschip? Dat is al lang niet meer zo. Cruise is heel populair. En krakkemikkig hier. Op landdagen kunt u vooraf uitgezette hikings door de ongerepte natuur van Noorwegen. Vooruitgezette hikings, Linda? Wat wil jij dan? Je eigen route zoeken, verdwalen en de boot missen? Ach, nou, als dat zou kunnen. Oké, nou, geen cruise dan. Is Noorwegen wel goed? Eventueel. En hoe wil je daar rondreizen? Ja, met een auto, tentje achterin, zoiets. Een tentje, Anton, dat is echt een no-go. We moeten wel iets doen wat we allebei leuk vinden. De buren hebben laatst een hele leuke wijnreis gemaakt in Frankrijk. De buren kennende was dat een georganiseerde reis. Ja, maar dat is toch alleen maar makkelijk? Dan hoef je die wijn niet uit te spugen. Kun je doorslikken, rol je zo de bus in. De bus in? Ach, schijn dat toch uit, Linda.